werd 100 jaar geleden geboren. En ik neem aan dat veel van u hem kennen als schrijver, activist, journalist, maar vooral als woordvoerder van de Indische gemeenschap. Ik heb bij de vorige directeur van het Letterkundig Museum op de korte weg jarenlang een pleidooi gehouden. Anton, er moet een tentoonstelling over Charlie Robinson komen, want die is dat meer dan waard. Robinson richtte in 1958 het maandblad Tom Tom op. En hij vroeg zijn medemigranten om verhalen en foto's op te sturen. En hij begon hen op te jutten. Hou je kop hoog, zei hij, en vergeet niet waar je vandaan komt. En dan zei Anton Kortweg altijd tegen mij, ja Wim, we hebben al een keer een tentoonstelling gehad over Indische schrijvers, over Dermout, Federici en geloof ik Anton de Nijs. Dat was begin jaren 90. Ik zei, ja, maar dat zijn allemaal schrijvers uit het hoge echelon van de Indo-Europese gemeenschap. Dit is een man die gewoon met zijn poten in de modder staat en getuigenis aflegt. Dat is een heel andere vorm van literatuur. Hij is het meer dan waard. Hij heette Jan Johannes Theodorus Boon. Hij is geboren in 1911 in Nijmegen. En hij is overleden in Den Haag in 1974. Dus als je gewoon naar zijn gegevens kijkt, lijkt het net alsof het een Hollander is. Maar hij is dus een Indische jongen. Hij is hier geboren omdat zijn ouders met verlof uit Indië naar Holland kwamen. Hij is ook op 4 maanden of 8 maanden of zoiets teruggegaan naar Indië. En daar is hij opgevoerd. Daar heeft hij ook zijn opleidingen gehad. Hij is opgeleid voor onderwijzer. Hij is het ook geweest. Maar uiteindelijk kwam hij in de dagbladjournalistiek terecht. En daar is hij tot aan de oorlog werkzaam in geweest. Op Borneo in Sampit heeft hij het werk geschreven dat later onder de naam Vincent Mailleux is gepubliceerd. Eigenlijk heeft hij bijna al het werk als Vincent Mailleux daar geschreven. En hij heeft ook gewerkt bij een tijdschrift dat heet Oriëntatie. Dat was een literair tijdschrift, een Nederlandstalig literair tijdschrift in Indië nog. Daar schreef hij ook onder de naam Vincent Mailleux, maar ook wel onder de naam Charlie Robinson. Hij heeft dus die twee pseudoniemen gekozen. Hij heeft veel meer pseudoniemen gehad hoor. Maar deze twee, daaronder is hij bekend geraakt. Zozeer zelfs dat zijn eigen naam, Jan Boon, daardoor een beetje vergeten is. In de Tonton, zijn blad, zijn lijfblad, riep hij Indische migranten op om getuigenis af te leggen en de Indische geschiedenis in ere te houden. De Indische vertelling moest geboren worden. Hij had dat tijdschrift Tong Tong waarin hij schreef en dat hij beschikbaar stelde aan die Indische groep. Want hij wou werkelijk dat die groep wist wie zij zelf waren, hoe hun geschiedenis in elkaar stak. En hij wilde dat iedereen die Indië had meegemaakt, dat vastlegde door zijn eigen herinneringen aan Indië, zijn eigen levensverhaal dat zich in Indië afspeelde en dat hij naar Nederland verhuisde, dat zij dat vastlegde. En eigenlijk inleverde bij zijn tijdschrift. En hij maalde ook niet om mooie schrijverij. Wat hij zei was, never mind the style. Schrijf zoals je denkt of spreek in je eigen stijl. En begin gewoon zo. Beste Charlie, ik herinner me nog als de dag van gisteren. Nou, en dan begin je gewoon te vertellen. Mijn ouders waren niet geabonneerd op Tong Tong, dus via die weg ken ik Charlie niet. Maar we gingen wel naar de Passar. Die was toen in de houtrusthallen, Passar Malam Tong Tong. En daar was een standje. Op de toonbank lag een stapeltje boeken. En dat was allemaal cheese. En cheese is de eerste vertellingenbundel van Vincent Mailleux. Dus van Jan Boon onder de naam Vincent Mailleux. En dat is nog in India, of in Indonesië uitgekomen in 1955. En het is de allereerste druk. En hij wordt voor mij elk jaar belangrijker. Omdat wanneer ik Charlie bestudeer en zijn werk lees, dan ga ik altijd terug naar dit bundeltje. Omdat hij voor in het bundeltje een voorwoord geschreven heeft. Dat heet het de intro. En die intro staat nergens anders. Dit is dus ook niet opgenomen in zijn verzameld werk, terwijl het toch het verzameld werk van Vincent Mailleux is. Hij heeft het als Vincent Mailleux geschreven. Het is niet opgenomen. Dus, en in die intro zegt hij eigenlijk wat zijn intenties zijn bij het schrijven. En iedere keer weer vind ik daar een zin in, een woord, een nadere uitleg van
waarom hij schrijft zoals hij schrijft. En uit die intro heb ik bijvoorbeeld het gegeven gehaald dat hij vertellingen schrijft. Nadrukkelijk geen romans. Want hij wil niet schrijven in de westerse literaire traditie. Hij wil schrijven in een traditie die hij noemt van het morgenland. Hij zegt nooit wat hij daarmee bedoelt, maar het is natuurlijk iets oosters. En hij verwijst ook wel daarmee een beetje naar de vertellingen van Sherazade. De vertellingen 1001 Nacht. En hij noemt wat hij zelf schrijft ook vertellingen. En vertellingen, zegt hij, dat heeft niks te maken met een literair ego die zichzelf zo nodig moet uitdrukken. Vertellingen, die zijn er altijd overal. Waar er mensen zijn, zijn vertellingen in de lucht. En ik als schrijver doe eigenlijk niks anders dan uit de lucht plukken wat er al is. En dat schrijf ik op. Tjoek en Tjis. Een heel bijzonder project. In het kader van de 100ste geboortedag van Charlie Robinson besteden veel aandacht aan zijn werk. En de verhalen Tjoek en Tjis van de auteur Vincent Mailleux, beter bekend als Charlie Robinson, zijn hier in een theater, muziektheaterstuk verwerkt. Hij wil eigenlijk laten zien hoe mensen hun dagelijks leven leven in het kader van de grote vragen over leven en dood. En over goed en kwaad. En over man en vrouw. Dames en heren, genieten van Tjoek en Tjis door Behind the Actors uit Bandung. Nou, eigenlijk moet je het werk van Vincent Mailleux gewoon als één geheel zien. En het feit dat het per ongeluk in twee bundels gepubliceerd zijn, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Je moet dat hele werk als een geheel zien. En vanuit dat geheel begrijp ik die keus wel. Want hij heeft een heel bijzondere vorm waarin hij zijn vrouwenfiguren laat zien. En uit Cheese is de vrouwenfiguur Didi gekozen. En uit Tjoek, de meisjesfiguur Tjoek. En die twee vrouwen die eigenlijk elkaar in elkaars verlengde liggen, qua karakter, qua door de manier waarop ze in het leven staan. Tjoek is het meisje en Didi is een volwassen vrouw. Dus ik denk dat zij gezien hebben dat Charlie steeds dezelfde vrouw laat zien, krachtige vrouwen. Daar wordt je aandacht door getrokken. En die laat hij zien in allerlei verschijningsvormen. En zij hebben gewoon twee leeftijden genomen van het verschijnsel vrouw bij Charlie. En één daarvan is Tjoek en de volgende is Didi. Als je het werk van Charlie Robinson of het werk van Vincent Mailleux niet gelezen hebt en je ziet dan de voorstelling, dat je dan vooral kijkt naar die prachtige Wayang voorstelling die op de achtergrond gegeven wordt. Dat je vooral smelt, want dat deed ik in elk geval ook, voor die prachtige viool die erin zit en die je door het hele verhaal meesleept. Ja, voor de judo. Dari karya Vincent Mailleux, ya Charlie Robinson, ya. Terima kasih telah setia menonton sebagai audiens setia. Selamat menyaksikan Cheese. Als je niet de verhalenbundels Cheese en Tjoek gelezen hebt, dan weet ik niet of je die connectie met Jan Boon, met Charlie Robinson, met Vincent Mailleux zou leggen. En dat hoeft misschien ook helemaal niet, want de makers van het stuk
die hebben zich gebaseerd op het werk van Jan Boon. En zij hebben zich laten inspireren door dat werk. Dus als kijker is het niet noodzakelijk dat jij dat werk ook kent. Je kijkt er dan gewoon naar met je eigen bagage. Je kijkt naar wat zij jou laten zien. En dan, ja, dan doet het er niet zoveel toe of het van Charlie komt. Ik als Neerlandicus wil natuurlijk wel dat het werk van Charlie erkend wordt. Het werk van Vincent Mailleux. Dat dat erkend wordt en ook herkend wordt. Dus ik wil wel dat het publiek op een gegeven moment ook dat verband legt. Maar ik spreek geen Indonesisch. Ik heb het ook niet verstaan. Ik weet ook niet eigenlijk waar de voorstelling over ging. Ik heb mij heel erg laten leiden door de Wayang-voorstelling. Want dat is een schaduw van wat er voor op het toneel door de toneelspelers gedaan wordt. En daar heb ik wel degelijk een verhaallijn uitgehaald. En die heb ik ook niet in verband gebracht met het werk van Jan Boon. Dat ook wat zij inspirerend vonden aan Charlie, want zij brengen Wayang en Kronjong samen in die voorstelling. En ik vind dat het werk van Vincent Mailleux, het verzameld werk van Vincent Mailleux, voortkomt uit de Wayang, uit de Indonesische Wayang. En dat is niet een één-op-één ontwikkeling, dat is omdat Jan Boon als Indisch kind altijd Wayang zag om zich heen, altijd Kronjong hoorde om zich heen. Dus op het moment dat iemand als hij begint te schrijven, dan zit dat als in zijn concept van schrijven. En ik vind dat dat heel duidelijk blijkt uit de Mailleux-verhalen. Dat moet nog duidelijker geanalyseerd en gepresenteerd worden. Want zo zijn de verhalen van Mailleux tot nu toe niet gelezen. Maar ik vind het buitengewoon inspirerend dat deze groep Behind the Actors dat vanzelfsprekend gedaan heeft. Iets van Charlie Robinson laten zien, iets van Jan Boon laten zien. En dat noemen ze dan Wayang Kronjong. Ik denk dat daar een essentie van Jan Boon mee geraakt is. Van Jan Boon als schrijver. Yang hampir mempunyai kekuatan. Megis kembang pritik sembaran sari-sari tutup lawang sugotaka. Dat is de overeenkomst met de Wayang. Er is een totaal verhaal, Mahabharata, Ramayana, dat is totaal. En elke Wayang voorstelling is daar een episode uit. En Charlie heeft hetzelfde concept. Hij schrijft zoals een dalang een episode vertelt. Hij schrijft dus geen dikke romans, hij schrijft iedere keer weer een vertelling. Zoals een dalang ook iedere keer weer een vertelling doet uit dat grote verhaal. En hij weet bij het schrijven, hij weet bij het vertellen, zowel de dalang als Charlie, dat het publiek het grote verhaal kent. En dat is het ontroerende. Hij doet dus, hij vertelt het publiek wat het publiek al weet. En het publiek kijkt en luistert naar iets wat zij in hun dagelijks leven voortdurend meemaken. Dus er is een wisselwerking, maar er is ook een heel fundamenteel verbond tussen de verteller en het publiek. Tussen Charlie als schrijver en zijn publiek.